Ik ben Corné van der Pol, 34 jaar oud. Ik werk bij Alt als softwarearchitect. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit in Eindhoven Technische Informatica. Wat ik destijds hoopte toen ik begon, was dat ik ook uiteindelijk mensen kon gaan coachen en gaan helpen. En de rol binnen Alten, je gaat natuurlijk sowieso naar het bedrijf toe om mensen te helpen, om het bedrijf verder te helpen. Maar ook binnen Alten kan ik collega-consultants kan ik helpen, trainen. En dat vind ik erg leuk, om die kennis te delen met mensen. Ook Draco die houdt zich bezig met automatisering en besturing en regeltechnieken. En dan vooral in het veld van agrarische toepassingen, industriële toepassingen en waterbeheersingstechnieken. Voor bewaarders, dus denk aan aardappelen, wortelen en dergelijke. En we hebben ook varkens en pluimveehouderijen. Werk uit handen nemen van die boer, zodat hij andere dingen kan doen. Wat zijn verwachtingen zijn van het apparaat, is dat zijn kuikens, zeg maar, zonder dat hij daar zelf heel veel voor hoeft te doen, de juiste temperaturen hebben, de juiste leefomstandigheden, zonder dat hij daar zelf ieder continu alles voor moet regelen. Nou, ik zit hier in de rol als softwarearchitect, dus je bent bezig op low level met de techniek, met de code, mensen verder helpen met complexe problemen. Aan de andere kant moet je kunnen uitzoomen, een beetje de langere termijn overview hebben, met andere stakeholders kunnen praten. Je moet ook het domein snappen, de markt, en eigenlijk moet je die zaken, zeg maar, naar elkaar toe kunnen communiceren. Ja, die mapping moet je in ieder geval kunnen maken. Bij Ultimate Triggered is de passie voor techniek die, zeg maar, gedeeld wordt door iedereen. En ook, zeg maar, het persoonlijke. Het is niet een bedrijf waar je een nummertje bent. Ik heb mijn collega's hier. Ik heb ook zeker mijn collega's bij Alten. Die zie ik vaak, ik kom er vaak mee in contact. Dus er wordt een hoop geïnvesteerd om mensen ook in contact te brengen. En juist dat is leuk. Om met mensen te praten die bij andere bedrijven zitten, daar leer je ook weer van. En dat gaf mij de doorslag. Techniek en dat persoonlijke, dat vind ik mooi. Ik heb een hart voor techniek en ik heb ook vaak een hart voor de zaak. Ik vind het belangrijk dat dingen goed gaan. Dus dat is waar ik voor ga. Dingen goed voor elkaar krijgen.